Laat me jullie meenemen over hoe wij de berg van de cultuuromslag hebben bewandeld. Ik ben Wouter Akkermans, BIM-manager bij de UBA, die in de laatste 50 jaar een kraakhelder bouwproces heeft ontwikkeld. En met onze duidelijke communicatie hebben wij meerdere crisissen overleefd. Echter, na de crisis was het tijd om een inhaalslag te maken in de digitalisatie en in BIM. Daarvoor hebben wij basis aangelegd om onze BIM-projecten uit te werken. Hebben we ingewikkelde software aangeschaft met de bijbehorende trainingen. En hebben we met het MT in een hok gezeten om met ellenlange vergaderingen maar bewustzijn te creëren binnen het bedrijf. Echter, in de waan van de dag en onze drukke agenda's verdween het nieuwe proces in een donker hok. We misten de cultuuromslag domweg om gewoon te slagen. Om het weer uit de kast te trekken, richten wij ons op groepjes van 4 personen waarbij we alle BIM-onderwerpen gaan behandelen. Zoals het controleren van een model of het aanmaken van een issue. Maar we gaan ook in op de BIM-rollen van het nieuwe proces. Het kwartje begon pas echt te vallen toen wij de afspraken op regelmatige basis terug lieten komen. Hierdoor bleef iedereen alert en begon de cultuuromslag echt plaats te vinden. Dit is de manier waarop UBA de berg van de cultuuromslag heeft bewandeld. Gewoon stapje voor stapje.